faced by three potential crises. The first is the financial crisis, which is not going away, in my view. Secondly, the crisis of peak oil. We're going to run out of oil, whether we like it or not. Thirdly, the crisis of climate change. And we're not prepared for that. We haven't transformed our economy to adapt to that. We're going to have to do that urgently. And the Green New Deal is a plan for a way in which to transform our economy to prepare for those three threats. My contribution to the Green New Deal is to talk about how this can be financed, given that we are always told there's not enough money for anything. There isn't enough money to do this. We disagree with that profoundly, but we also argue that it does mean that we're going to have to transform our financial system from the way it is currently set up and regulated into one in which the finance sector becomes the servant of the Green New Deal, makes it possible for us to raise money at very low rates of interest for productive purposes, for investing in green technology, in transforming our housing stock to make it warm, to keep it insulated, and to developing alternatives to that which is based today on carbon. So unless we manage our financial system and restructure and transform our financial system, we're not going to be equipped to tackle the three threats: the financial crisis, the peak oil crisis, and climate change. That's what I'm trying to argue. Which means that you're counting on a new financial system and on a green industrial system. Yeah. Is that going to happen? Is that going to be there in, say, 10 or 20 years? I'm very sure that it will be. What's going to happen is that our government is going to find that it isn't able to pay its way, it's unable to finance the resources needed to enable us to deal with these threats. And it's going to have to change the way our financial system is organized. Now, in the past, when we faced a threat like a war, we have mobilized the financial system in aid of financing, for example, preparations for. We're going to have to do the same thing. We're going to have to reorganize and mobilize the financial system to serve our purpose. My argument is that today the financial system is unfit for purpose. It isn't doing what it's supposed to do. It's engaging in reckless speculation and debt creation, which has got us into this mess. That has to change. We zitten vandaag in een wereld met 6,5 miljard mensen. We gaan naar een wereld met 9 miljard mensen. We gaan daar de energie, het voedsel, het water voor moeten vinden. Dat wordt op zich een grote uitdaging. We hebben dan nog een enorme extra uitdaging, de klimaatuitdaging. Dus we zullen op alle registers moeten spelen om daar antwoorden op te vinden. En dat is wat de Green New Deal voor een stuk gaat moeten mee realiseren. We gaan ervoor moeten zorgen dat we die CO2-uitstoot terugdringen, dat we genoeg energie vinden om die 9 miljard mensen een menswaardig bestaan te doen. En daarvoor zijn, en dat hebben we vanavond besproken, een aantal pistes absoluut noodzakelijk. 1, energie-efficiëntie. Het VBO heeft daar een heel uitgebreide studie over gepubliceerd die aantoont dat we in België tegenover een scenario business as usual 30% energie kunnen sparen tegen 2030 met bestaande technologieën. Dus dat is een eerste zaak die we moeten doen. Ten tweede moeten we hernieuwbaar verder blijven ontwikkelen. 3, moeten we het nucleaire verder open houden, want anders gaan we er niet komen. 4, moeten we ook op termijn naar carbon capture en sequestration gaan. Dus dat zijn op energievlak de grote uitdagingen. Dat gaat gefinancierd moeten worden. En dat is een belangrijke uitdaging om daar de juiste prioriteiten en de juiste prikkels te geven aan de burgers, aan de bedrijven, zodat zij dat gaan kunnen doen. En daarover zullen wij in de komende maanden en jaren heel veel werk moeten doen. Dus wat staat er op de agenda in de komende jaren? 1, een internationaal akkoord over CO2-reductie en over broeikasgassen. Dat is de agenda voor Kopenhagen, dat is het internationale kader. Maar binnen dat kader gaan dan elk van de landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen, de juiste regels, de juiste politieken, de juiste regulering die verstandig is opstellen. Dan gaan de bedrijven in dat kader moeten innoveren, nieuwe technische mogelijkheden vinden en gaan de burgers ook hun gedrag moeten veranderen. En als we dat allemaal samen doen, dan kunnen we er misschien komen, maar de uitdaging gaat groot zijn, dus we moeten er nu aan beginnen. En met het VBO proberen we daar als
vertegenwoordiger van het bedrijfsleven echt een duwende, een pushende, een constructieve rol in te spelen.